In de recente uitzending van Vandaag in Zeit krijgt Eus een tik op de vingers nadat hij zijn ongenoegen uit over de benoeming van Ronald Plasterk als verkenner. Plasterk, bekend van de PvdA, is door Geert Wilders gevraagd om gesprekken te voeren met fractievoorzitters over de vorming van een nieuw kabinet. Ondanks zijn lidmaatschap bij een linkse partij, heeft Plasterk een opmerkelijke band met de rechterflank, zoals te zien is in zijn telegraafcolumns. Akjol noemt de keuze voor Plasterk totaal armoedig en verwijst naar diens rechtse columnpies in de Telegraaf. Johan Derksen protesteert onmiddellijk en noemt Plasterk zijn favoriete columnist. Akjol stelt dat dit goed aansluit bij Derksen's gedachtegoed en Wilders opvattingen. Johan verdedigt Plasterk als een erudite wetenschapper die boven de partijen staat, maar Akjol onderbreekt hem, verwijzend naar Plasterk's recente kritiek op Kaag en de P van de A in zijn columns. De discussie escaleert snel. Waarbij Akjol de PVV als onvolwassen, ondemocratisch en onhoudbaar bestempelt in zijn ad column. Hij voorspelt dat gesprekken met de PVV tot niets zullen leiden en suggereert zelfs nieuwe verkiezingen. Het idee van nieuwe verkiezingen wordt elders ook gefluisterd en zou volgens Akjol desastreus zijn voor de VVD, die de verantwoordelijkheid in een nieuwe regering lijkt te vermijden. Akjol benadrukt dat als gevestigde thema's op dezelfde manier behandeld worden, de vraag reist welke protestpartij de volgende keer de winst zal pakken. MediaCourant vraagt zich af wat de lezer denkt over deze kwestie.